Om een gezamenlijke visie voor de ontwikkeling van Suriname te bereiken, is gisteren het startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe diepzeehaven in Nikeri. De plechtigheid vond plaats op het terrein van NV Havenbeheer Suriname in Nieuw-Nikeri. ATV-reporter Sifra Goudland was aanwezig en maakte het volgende verslag. We zijn helemaal in het district Nikeri op het terrein van de NV Havenbeheer, waar eerder op de dag de start is gegeven voor de bouwwerkzaamheden van de nieuwe diepzeewaterhaven. De werkzaamheden gaan wij verder horen van de directeur van de NV Havenbeheer, de heer Andreas Talea. Hij gaat ons dan een timeline geven over wanneer de bouw precies zal starten, hoe lang het zal duren en wat deze diepzeehaven allemaal zal betekenen voor Suriname. Kijkt u mee. Wanneer begint dit alles, het geheel? Eigenlijk met de launch, of zelfs voor de launch zijn we al begonnen. Maar het is niet fysiek. De voorbereidingen, betalingen doen hier en daar door de investeerder. Maar de eerste fysieke activiteit gaat in tegen eind januari, februari. Zijn wanneer de eerste gigantische projectunits zullen worden aangevoerd. Ja, en dan gaan we succesievelijk beginnen met dat fysieke project. Eerste kwartaal 2023, dus moeten we de eerste zaken hebben neergezet. Dan gaan we succesievelijk verder. En de bedoeling is dat we eind 2024, begin 2025 met de operatie moeten kunnen starten. De NV Havenbeheer Suriname zal deze nieuwe diepzeehaven bouwen met ondersteuning van de Phoenix Development Company en ook de Rotterdamse haven, de grootste in geheel Europa. Volgens de directeur van Phoenix, Walter Tieter, kijkt het bedrijf er naar uit de werkzaamheden te starten. Volgens minister Ismakul Dupsing van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie wordt deze extra haven een nieuw middelpunt van ondernemerschap en internationale handel. So the port of Nikeri is intended to do great things, not just for Nikeri, but for the entire country. Suriname's entering a new era, where the oil and gas revenues, the ability for agriculture, etc., the demand for all of the products that Suriname produces is tremendous globally. Suriname is now in a position to make a material difference in the world, and obviously at the same time, making a material difference to all of its citizens. Suriname is on the rise, and this is what we need to show the world today. Over the next several years, we and our partners, Make a Difference Ventures and other tenants here at the port, will be spending billions of dollars. Een haven is een zeer belangrijke schakel in de wereldwijde productie en supply chain waarop we dagelijks onbewust op vertrouwen. Laten we niet alleen kijken naar de importen, maar voor ons heel belangrijk de exporten. Exporten die nu met hoge importantie gestimuleerd dienen te worden. De handel die verder ontwikkeld moet worden om bovenal enkele expliciete taakstellingen van het ministerie van Economische Zaken te kunnen realiseren. President Chandrika Prasad Santokhi, die het startsein gaf door de website van de Port of Nikeri online te brengen, gaf aan dat dit project is bekeken tegen de achtergrond van de regionale ontwikkeling. En dat is wat ik benadruk, dat dit project als onderdeel gezien moest worden van een grotere subregionale ontwikkeling. En dat is namelijk de ontwikkeling die wij zien, Suriname en Guyana, Brazilië en het Caribisch gebied. Dat deze haven, Port of Nikeri, de dichtstbijzijnde haven zal zijn voor het noorden van Brazilië. Die investeringen die daar gepleegd worden in een nieuw project, Archie Norte, dat de havens die nodig zijn voor die industriële ontwikkeling te ver liggen aan de kant van de Atlantische Oceaan, maar ook dat die Amazone-rivier niet geschikt is voor containertransport.